Goedemorgen jongens van het goede leven. Hoi, ik zet hem even neer. Welkom bij mijn eerste vlog, denk ik. Ja, ga ik er wel van maken. Het is vandaag zondag en Jess is morgen jarig. Dus ik heb een verrassing voor haar geregeld. En we gaan nu naar Antwerpen. Ik ga haar nu ophalen. Ze weet niet waar we heen gaan, dus het is nog een totale verrassing voor haar. Dus we gaan het zien. Het is nu, volgens mij, even kijken. 9:15 en ik zou 9:00 bij haar zijn. Nou, ik ben er eigenlijk al bijna, maar ik moest zeg maar deze video nog openen. Dus ik heb hem even ergens neergezet en ik dacht, nou, ik ga dan maar even filmen. Maar jullie gaan het vandaag allemaal zien. We gaan, nou ja, op zondag is er niet zoveel te doen in Antwerpen of zo, maar er is zeg maar een zwembad in het hotel en een gratis sauna. Dus ik denk dat we dat een beetje vanavond gaan doen en een beetje de stad zelf bekennen, zeg maar. En morgen gaan we dan shoppen. En dan, ja, we slapen bij Van der Valk. En we hebben zeg maar zo'n arrangement dat we vanavond 2 gangen diner gaan eten. En, oh, hij bleef niet stilstaan. En morgenochtend ontbijt. Dus ik heb er zoveel zin in. Ik ben zo benieuwd wat haar reactie zal zijn. Niet normaal. Dus ik ga nu naar haar toe rijden. En dan, ik zit de hele tijd nog steeds in het schermpje erboven te kijken. Moet ik echt afleren, maar het komt wel goed. Sorry dus als jullie mijn ogen zo zien staan in plaats van recht naar jullie toe. Maar ik ga nu naar haar toe rijden. En dan ga ik haar reactie zien. Ik ben zo benieuwd. Tot zo jongens. Ja, we hebben niet echt een radio. Even appen dat ik er ben. Sta er. Ze was al heel de week, zeg maar, aan het vissen wat het nou echt was. Maar ze kwam er telkens niet achter. En gisteren zat ik ook op werk en zij kwam ophalen omdat mijn moeder dat niet kon. En toen waren we met van die vaste gasten die er altijd komen. En die ging ook eenmaal zeggen van ja, daar en daar is het. En er is al zo vaak Antwerpen genoemd. En dan moest ik telkens een beetje zo meer lachen, weet je wel. Maar ze had het nog steeds niet door. Dus ik ben zo benieuwd. Ik denk dat ze het wel echt heel gaaf gaat vinden. Oh, oh, de deur gaat open. Ja. Yeah. Je kunt er even ja rennen. Hoi. Hoi. Ik ga geen navigatie nodig. Jawel, moet je toch opzetten? Maar ga ze raden. Is niet gewoon Antwerpen of zo? Jawel. Echt gewoon Antwerpen! Ik ga stuk! Zo leuk! Bij. Iedereen heeft het al zo vaak gezegd. Ja, maar ik je ook. Je kon het ook gewoon van mijn gezicht aflezen dat het dat was. Nee, want je had echt een pokerface voor jou. Je moet echt... Pokerface? Wat dan mee? Je moet echt een poker gek. Zo leuk! Hoi, ga naar Antwerpen. Oh, route naar Luitenant Lippenslaan wordt gestart. Ga in zuidelijke richting op Gropiuslijn en ga dan links. Niet zo hard praten. Ik heb precies wat je bij wil hebben gedaan. Hey shot, waar zijn we? Yay, Antwerpen! Hoi, je gekste! Antwerpen, je gekste! Vlek in de binnen lopen! En toen waren we aangekomen. Hé? Zijn we lekker in Antwerpen? Dus we gaan nu even kijken of we ergens kunnen lunchen. En dan... Even rondkijken. Toch? Even doen. Even lekker relaxen. Oké, nou, we zijn voor een half uur aan het lopen. Toen wisten we niet meer waar we heen moesten. Jess dacht dat ze de weg wist. Toen gingen we voor die kerk zoeken, maar we konden hem niet vinden.
En nu hebben we hem gevonden. Dan moeten we zo naar rechts. Moeten we naar rechts? Ja. Oh, ik heb mijn navigatie opgezet, schat. Blijf naar rechts. Even op de weg. En de pasjes? Kleine pasjes, korte pasjes. Dat is enorm. We moesten hier toch naar rechts? Waar moeten we nou heen? Zeg je naar rechts. Nou, ik volg jou gewoon. Navigatievrouw. Nou jongens, zo eet Fredda dus. Fredda. Is het lekker, schat? Zeker. Ja? Ja. Lekker soepje hierbij, hoppa. Hoppa. Kom maar door. Eten. Ja. Even wachten op Ivo. Ja, even Ivo wachten. Ivo komt ook langs. Ivo is hier ook toevallig. Wat een toeval! Toeval is het goed, joh. Pak het. We zaten net te bedenken dat eigenlijk Nederland niet zoiets moois heeft met goud of zo. Snappen we niet helemaal. Hè? He? Die theorie? Snap het niet. Kooi, aanvallen. Je hebt hier zeg maar een theorie dat als je onder de 10 euro pint, moet je een euro extra bijpinnen. Ja, op het scherm is af. Ja, ik denk het ook wel. Dat ze gewoon zelf hebben gedacht van oké, we willen standaard voor je als je gaat pinnen, dus pin maar een euro meer. Ja, aan de ene kant doen we wel geld betalen om zo'n pinding te gebruiken. Maar ja, als ik op mijn werk voor alles een euro extra moet vragen, dan is ik nou al rijk geweest. Ja, ik wou net zeggen, in Nederland heb je dat ook niet. Meer niet. Dus ja, dat is onze theorie voor vandaag weer. We hebben weer wat geleerd. Weer wat meegemaakt. Jongens. Oh. We zijn in het hotel. En we gaan nu lekker chillen. We gaan zwemmen. Ik ben niet naakt, jongens. Ik heb mijn bikini aan. Nee, inderdaad. We gaan nu naar het zwembad. En dan gaan we om 7:30 eten, want het is nu 5:10, dus we hebben nog wel even. En dan gewoon lekker chillen, pillen. Even lekker chillen. Even een dutje doen. Ik zal de camera even laten zien. Gewoon heel simpel. Wat doet. En Joanna. Even beter. Wat echt een prachtig uitzicht. Nou jongens, dit is de stad. Zijn land weg. Nee, niks bijzonders aan. Het is. En nu gewoon lekker zwemmen. Doei. Doei. Oké, look at my ravage. Make-upje gedaan. Oh, wat schat. Goed, Esjad. Nou, we gaan nu even een hapje eten in het hotel. Lekker twee gewoon diner. En wat is ons outfit? Esjad. Hou je verscherp, Zella. Laat je outfit eens zien. In je broek, ja, mijn shirt.
Rokjehammetjes. Jurkje. Even plasje plegen. Ga jij even plasje plegen in de ravage. Wat zit je ook? Hoor je plassen? Spannend. Nou jongens, wij gaan lekker eten. Ik zie jullie zo weer. Het is 9:55 en wij liggen in bed. Wij lachen, we gingen lekker eten net. We hebben zo lekker gegeten. Ja, oh, het was echt lekker, vet lekker. Het is altijd heel raar als je in België bent, dat iedereen zegt altijd u tegen elkaar. Zelfs dan zouden eigenlijk Jess en ik ook gewoon zo u tegen elkaar ja, zeggen. Ja, maar ook, er was ook een stel. Er was een stel, was een vrouw die was met haar man. En ze zei gewoon u tegen haar eigen man. Ja, dat is toch gek? Nee, ik vind dat raar. Ja, maar dat is, het zijn natuurlijk weer andere culturen en zo. Maar. Ik zou alles behalve u zeggen. Ja, maar we wilden zeg maar dus vanavond nog iets doen. Weet niet, wijn drinken of zo, of zwemmen. Of terug naar de stad gaan in Antwerpen. Maar ja, het is natuurlijk een katholieke stad, dus je weet niet of het open is. En we vonden het een beetje creepy. Want we gingen zwemmen vanmiddag. En toen kwam er echt één zo'n gare man binnenlopen. Hebben we dat snoep nou ook meegenomen? Welke snoep? Wat wel alleen auto. Die drop. Oh nee, dat ding waar allemaal dingetjes in zat. Ja, maar ik heb ook drop. Echt? En mentos. Kiepie toppie hier. Give it to me. Give it to me. Oh. Give it to me. Jongens, ik ga jullie wat laten zien. Kijk hoe Frederik in de lift in durft. Je kan ook gewoon het schermpje de andere kant doen. Zo, ravage. Lieber. Maar dus. Dit is echt, ik denk dat Justin Bieber dit niet leuk gaat vinden als je zeg maar deze trui met deze slippers draagt. Ja. Zullen we dat aan het filmen? Ja. Wel aan beneden, ik heb het nog in. Ik wist niet eens wat je zei. Like it in bed. Yes. Ja. Yeah. Yes, ik wil slapen. Ga dan. Ja! Happy birthday to you. Felicity. Ja! 19. Normaal zouden normale mensen nu op deze leeftijd gaan stappen. En ik ga slapen. En ik ga slapen. En mijn vlog afsluiten. Wat zeggen we dan? Happy birthday. Voor het kijken tot de volgende keer. Oh, nog een keer. Bedankt voor het kijken tot de volgende video. Ja! Doei jongens! Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren.